Yo mensen, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk iets wat zuigt maken. Iets wat heel erg hard zuigt. We gaan namelijk een vacuümkamer maken. En meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo! We beginnen met het maken van de deksel voor de vacuümkamer. Van lekker dik glas, een vaas van mijn moeder. Lekker echt glas ook. En het moet dik zijn, anders dan breekt het. En dan heb je foute boel. Maar we gaan dus eerst de deksel maken. We gaan nu een gaatje maken in het midden. Dus we gaan het midden even zoeken. Zo, het gat is geboord. Dat is de bedoeling dat we nu deze er helemaal in gaan stoppen. Even kijken. Oh ja, die zit er ver genoeg in. Ik ga nu de rest monteren. Er moet overal Teflon tape tussen. Hij is af, maar omdat dit niet vlak is, gaat hij lucht trekken. Dus daarom doen we er een beetje rubber tussen. En als het goed is, is hij dan nu? Helemaal af. We gaan nu een slang aansluiten van de vacuümpomp naar de kraan. Dat is dit ding. Dus erop duwen. Dit is een speciale vacuümslang, dus hij is lekker sterk. En, zou die het doen? Ik doe mijn veiligheidsbril op. Dan trek ik hem vacuüm. Ja, hij doet het! Kijken, hoe ver komt hij? Ik wil een 7 halen. Ik wil een min 7 bar. Ja. Oké, hij heeft de min 7 bar gehaald. Dat betekent dus dat hij 80% vacuüm is. Waar wij nu leven, wat wij inademen, is 0 bar. Dit is 80. Min 80 bar. Min 0.8 bar, sorry. Oké, dan gaan we hem uitzetten. En gelukkig, hij behoudt ook zijn lucht. Dus hij lekt nergens. En dan gaan we hem nu heel voorzichtig de lucht eruit laten. En dan is het daar gewoon nu weer 0 bar.
Even denken hoor. Wat zou ik allemaal in mijn grote vriend kunnen doen? Oh ja, ik heb wel wat ideetjes. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Yeah.